Tickets voor onze show. Nu verkrijgbaar. Nu. Ja, nee, nee, nee. Echt niet. Ja, het is een beetje vreemd dat ik nu gewoon gelijk hier begin right? Normaal loop ik daar door die deur naar binnen, maar nu sta ik hier al. Ik, ik weet niet of jullie, jullie hoofden dit aankunnen of jullie daar niet een beetje wild, wild van worden. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft: die jij kiest. De serie waarin jij bepaalt wat ik doe in Minecraft. Wauw! Hoe is het mogelijk gek? En vandaag hebben wij natuurlijk weer een leuke comment uitgekozen. Ik, uh, ik heb geen comment uitgekozen vandaag. Sorry! Het probleem is namelijk dat ik de afgelopen dagen echt ontiegelijk druk ben geweest. Met natuurlijk de release van de theatershow Joost X -Groedi. Koop je kaartjes nu. JoostXGoedie.nl. Linkje in de beschrijving. De opnames van eindelijk mijn 500.000 abonnees special song. Hier al hebben jullie een kleine mooie preview van die opnames. Dus die komen er dus snel aan. Dus al die dingen he, ben ik echt ongelooflijk druk mee geweest de afgelopen week. Waardoor ik eigenlijk ik helemaal geen tijd had om video's op te nemen. Dus eh, ik ben nu gewoon eindelijk op mijn eerste dag dat ik thuis ben, duik ik gewoon meteen een opdabetje van Minecraft in, omdat ik denk van ja, shit, dat moet gebeuren. Dus we zitten hier in Minecraft, jij kiest, alleen ik heb vandaag geen comment. Dus laat lekker je comments achter onder deze video en dan gaan wij die volgende week lekker uitvoeren. Maar welkom bij Jij kiest Minecraft! Ja, dat was leuk. Hoppakee, daar zijn we dan. <laughs> Oké, okay, wat ik in deze aflevering wilde gaan doen, is namelijk het volgende dames en heren. Ik wilde eventjes, namelijk, eventjes, namelijk dat rechtboven ding icoon wat in mijn scherm staat, dat stomme raid dingetje, wil ik even weghalen door naar de village te gaan. En dan denk je van Joost, waarom zou je dat doen, Joost? Je gaat dood. Dat weet ik. Ik ga dood, jongens. I'm ready to die. Nee, ik heb deze bel gejat en ik kreeg van Duncan op mijn kop dat ik deze bel heb gejat. Want blijkbaar als je shit jat uit de village, dan gaan de villages weg. Maar ik heb niet het gevoel dat ik nog villetjes zag in die base. Maar alsnog voel ik me een klein beetje schuldig. Dus ik ga naar die area toe om mezelf uit te dagen. <laughs> en gewoon kijken of ik het overleven kan. Waarschijnlijk niet. Hebben wij iets van cobwebs? Want dan kan ik een bow en arrow in elkaar flansen. Dat zou wel nice zijn. Ik, ik heb helemaal niks van cobwebs. Ik heb wel sticks. Sticks en bones. May break my bones. En bones en bones en bones. Ja, als wij iets van spinnen hadden hier, dan had ik die wel even lekker kunnen looten. Dat is al een koetje, een schaapje. Die bomen zijn trouwens allemaal gegroeid. Look at this, jongens. We got all them trees. Is er een stuk glas? Hier heeft hier een stuk glas neergezet? Inderdaad, die hier. Gewoon een beetje glas met mijn beest zetten, joh. verdorie. Maar goed, dat lijkt me dus wel een leuk idee uh, voor deze aflevering. Ik ga ook eventjes. Oh, dit is allemaal lekker gegroeid, joh. En aan de andere kant, hoe gaat het met onze beetroots? Nou, die beetroots gaan we toch niet nodig hebben, dus laat die maar lekker zitten. Uh, Oké, okay. we hebben in ieder geval wel wat gegroeid. Kunnen wij. Oh, we hebben trouwens echt brood for Days. Laat maar, we hebben brood for Days. Dit is wat ik wilde hebben. Uh, dit ding zit echt helemaal vol. Hè. Laten we onze hoe achterlaten. We don't need no hoe. Let's go. We gaan die kant op naar die village area. En dan gaan we daar eventjes kijken of oh, we even lekker uh, de villagers kunnen verslaan of naar pillagers, niet villagers, want ik moet er vandoor. En zijn we er al. We lopen nu al een tijdje die kant op. Ja, daar is de pillager toren. Natuurlijk wil ik eigenlijk niks doen met de pillager toren op dit moment, want ik weet al dat daar pillagers zitten en dat komt helemaal goed, maar dat is niet voor mij be bestemd. Ik wil nu naar Natuurlijk de village daar verderop, zodat ik daar pillagers kan laten spannen. Uh, gewoon vanilla pillagers. En die ga ik dan proberen te verslaan. O, ik kan ze natuurlijk wel allemaal één voor één in de lava tikken. Dat is wel een goeie. En uh, dan ga ik even boeten voor het feit dat ik de bel heb gestolen. Dat is een beetje het idee. Uh, ik heb een hele mooie indicator op mijn hoofd, waardoor er hier als het goed is een raid moet gaan spannen. En I'm ready to rumble. What the hell is Wat is, is dat nou weer? Wat is dat nou weer? Er staat een enorme toren op die berg. Oh, dat ziet er best wel episch uit, though. Oh, mijn god. Elke keer als ik hier kom, is er weer wat nieuws. En de raid has been started. We hebben geen boog. We hebben helemaal niks. Het enige wat ik heb is een iron sword en een beetje protectie. Maar dat moet wel lukken, denk ik. We moeten deze raid verslaan, jongens. Anders zou ik nooit natuurlijk die shit kwijtraken op mijn hoofd. De toeter! Ze hebben de toeter geblazen. Ze komen raiden. Waarom zitten er hier twee schildpadden en allemaal bootjes? Wat de hel? Ik ben echt al lang niet meer op Span geweest. Ik vraag me ook af wie er, nu nog, wie er nu allemaal in de service is. Niet op dit moment, maar gewoon in het algemeen. Oh man, ik hoorde de toeter. Maar ze komen hier ook echt gewoon een lege... Ze komen een lege village raiden. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Jongens, get foengd. Get foengd, boys. Ze zoeken ook echt. Ze zoeken de. Hoe weet het? De, de villagers. Maar die zijn dood. Oh, ik moet echt heel veel hits doen. Voordat ik ze een beetje. Oh. Ik sta er binnen. De gore's charger. Au. Oké, okay, jij moet even dood. Oké, okay, één dood. En nog één te gaan. Oh, ze doppen natuurlijk van die crossbows. Ja, dat is nice. Die crossbows kan ik gebruiken om terug te schieten. Hell yeah! Heb ik een crossbowtje? Goed. Oké, okay, we doen deze in offhand. Gewoon om ze te, te teasen. Maar oh, de volgende raid komt er alweer aan. Ik vind het best wel eng. Oh, dat wilde ik niet doen. De toeter! De toeter gaat weer aan, jongens. Ik wil even slapen. Oeh, gelukkig kon ik net slapen. Anders was het, uh, was het een foute boel geweest. Want uh, met die bitches in de buurt kan ik natuurlijk niet slapen. En nu is ook hier ook mijn respawn gezet. Dus dat is heel nice. Ik heb geen arrows. Oh, frietsaus. Ik ben mijn arrows vergeten. Oké, okay, ze doen. Auw. Oh, die zijn, die, zijn, die, zijn, die zijn heel naar. Deze doen super veel damage. Oké, okay, ik heb hem. Ik heb hem. Oké, okay, schiet, schiet op jullie eigen makkers. Schiet op jullie eigen kameraden. Oké, okay, nice. Auw. Oké. Okay. Auw. Hey, waarom doe ik dat ook op dit moment? Ik heb echt diamond nodig voor dit. Oké, okay, ik moet snel weer even regenereren. We doen we gewoon lekker hier binnen telkens. Oké, okay, een half hartje nog. Dat is goed. Oh, crap. Ik ben mijn half hartje kwijt. Ah. Hey. Hij heeft helemaal geen wapen, deze guy. Oh, hij heeft wel een wapen. Eh, het is een pijnlijk wapen. Oké, okay, we got him. Twee vlaggen verzameld, jongens. Let's get the raid going. Ga snel weer hier binnen zitten om eventjes weer hartjes te regenereren. Ik wil natuurlijk wel vol health zijn. Waar kwamen ze vandaan? Kwamen ze die kant vandaan? Ik hoorde daar de toeter vandaan komen. Ik wist niet eens dat die beesten een toeter deden voordat ze kwamen aanvallen. Dat is best wel dope eigenlijk. De Joostmobiel... Aanvallen. Ze kwamen dus wel echt van die kant. Ik dacht alleen dat het de toeter was. Nee, ze hebben zo'n beest! Ze hebben zo'n beest! Die dingen zijn verschrikkelijk! Ah! Oké, okay, hier moeten we eigenlijk. Eigenlijk hebben we daar een bow en arrow voor nodig, maar die heb ik niet. Oké, okay, hij komt. Is dit. Er uh, zijn nog twee remaining. Is, is het alleen dat deze? Hoe kunnen we deze. Ah! Dat ding heeft een enorme range! Dat ding heeft echt een enorme range! Ah! Oké, okay, ik moet naar binnen ergens. Dit is niet oké. Okay. Um, we moeten even een tactiek verzinnen hoe we dat best kunnen verslaan, want dit gaat natuurlijk niet zo. Oh! Had ik maar arrows meegegaan. Ah! Hij raakt me door de muur heen. Yo, dat was niet de afspraak. What the fuck? Kan ik... Het? Ah! Kom dan. hè? Zwijn. Auw, what the fuck? Hoe kan hij me raken door de muur heen? Auw. Doe dat nou niet. Bok nou een Oh, op. Oké, okay, jezus man. Ah! Jemig. Klote zwijn. Oh, ik span hier. Oké, okay, uh, Waarom ben ik doodgegaan? Help. Oh, hij zit hier, uh, letterlijk hiernaast. Oké, okay, chill. Chill en chill. Dat ja, is wel nice. We kunnen heel snel weer... We kunnen heel snel weer spelen. Oké, okay, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ik ga alweer. Ik ga alweer. Ik kan gewoon niet in die area zitten. Oké, okay, brood. Uh, die eventjes op. There we go. Oké, okay. en niet mijn brood. Waarom ben ik zo snel hongerig? Got... Heb ik? Oh, ik had een arrow. Dat was een was gecharged paal. Hoeveel health hebben die beesten? I swear to god. Kunnen wij niet een soort van hoogteverschil krijgen op het beest? Hij doet veel te veel damage, joh. Het kan gewoon niet. Ah, hij breekt de hele farm. Jezus, man. Jezus, man. Oké. Okay. We in this. We still in this. Waar is ons zwijnootje? Zwijn. Oh, yeah. We hebben een pijltje. We hebben één pijltje. Die kunnen we als zwijnootje schieten. Got him. Oh, oh. Oh. Uh. Ah! Ik denk dat ik eigenlijk omhoog wil bouwen of zo. Oké, okay, hij is dood. Nice. Um, nou, alleen nog even kijken hoe we Zwijnman kunnen killen. Oké, okay, niet zo. Oké, okay, we hebben dus geen arrows meer. Dat is duidelijk. Dat is very duidelijk. Oké, okay, uh, hij, hij kan je hij dus ook hitten door muren heen. Kijk hem met zijn hoofd. Ik denk dat ik hem gewoon moet tanken. Ik denk dat dat is het enige wat ik een beetje kan doen: gewoon tanken, wegrennen en regeneraten. Oftewel, regener-eten ik, uh, ik weet niet echt wat ik kan doen. God damn it. Ik denk dat dit gewoon het beste is. Dit is the only way. Gewoon sterven en opnieuw proberen. Woe. Maar op een gegeven moment gaan mijn armen ook stuk. Oh, we hebben hem. Got him. Oh, hero of the village. We did it. Halleluja. We are We hebben het gewoon gedaan, jongens. Raid victory. Hoezee. En we hebben natuurlijk die hele mooie. Get out of boek. Hero of the Village. Maar ja, we hebben er niet heel veel aan, want we hebben helemaal geen villagers meer. But we did it. En we hebben er een saddle voor gekregen. I mean, I like me some saddle. Oké, okay, dat was dope. Uh, nou wil ik eigenlijk daarheen, want het ziet er heel cool uit. En ik wil weten wat het is. Misschien handig om eerst even langs huis te gaan. Nee. Nee. Oké, okay, het is een of andere berg. Met één zieke toren daarbovenop. Echt elke keer als ik hier weer kom in deze server staat er weer wat nieuws. Wat episch wat er, wat er gebouwd is. En ik heb nog steeds niet de tijd genomen om ook die pilletje toren naast de village te vernietigen. Maar ik denk dat als ik dat ga doen en ik versla, versla er weer eentje met zo'n kutvlag. Dan krijgen we weer een raid uh, op onze harsjes. Daar heb ik geen zin in. Maar dit ziet er wel heel cool uit. En we hebben hier zelfs een mooie, een lekker mooi godje hieronder joh. Potverdorie. Nou, laten we eens even kijken wat, uh, wat deze toren is, jongens. Ik ben heel erg benieuwd nu. Oké, okay, we zijn wel een beetje een enge berg aan het beklimmen hier, oh. Met wat hardcore parcoursstukjes dat we omhoog moeten gaan. Oh, joh. Wat de hell? Huh, wat is dat? Yo, what the... What the freak, man? Kijk die toren. Oh, er is helemaal een trap gebouwd hier, oh. We zijn volgens mij via de verkeerde kant in de ring gegaan, maar wat de heck? Waar gaat dit naartoe? Er zitten hier allemaal, er allemaal farmdingetjes eromheen. Wat cool! Welkom bij Item Roulette. Verzamel elke week het gevraagde item en na een week krijg je er een random item voor terug. Item van deze week: cake. Voorbeeld bij Rick. Vul dit boekje in en plaats het in de kist. Zet onder je boek het verzamelde weekitem. Naam: Rick. Adres: koorts... Oh, dit is een voorbeeld. Oh, oké. Okay. Vandaar dat de cake er al in zit. Dus we moeten dus een boek kwil pakken. En dan moeten we dus. God, wat stond er nou in? Naam, Joost, adres, coördinaten. Oh ja, adres van je huis. Oké, okay, I get it. Oké, okay, maar dat weet ik helemaal niet uit mijn hoofd. Maar dit is cool. Oké, okay, dus moeten we moeten een taart maken. Dat kunnen we misschien wel doen in deze aflevering. We kunnen in deze aflevering wel een taartje in elkaar flansen, right? Dat is niet zo moeilijk, denk ik. Hebben we melk voor nodig? Nou, dat kunnen we wel regelen. En dan hebben we suiker voor nodig en eieren. Ik heb alleen geen eieren, dus dan moeten we even kippies zoeken. Maar yo, wat is die toren? Ik wil daar naartoe, want dat ziet er super episch uit. Oh, mijn god, dit is nog best wel een zieke toren ook, joh. Kijk nou. Dit is echt super episch. <laughs> Wie heeft dit gemaakt? Kijk dit nou, man. Er zit zelfs een beacon in. Heeft er iemand al de wither verslagen? Volgens mij is deze server niet zo oud. Iemand heeft de wither verslagen. Er zit een beacon in. <tieft> wat is dit? Vind de ingang in de berg. Wat? Ik ben, dit is toch de ingang? Of. Oh, oh, dit is niet de ingang. Ze dus moeten ook nog een ingang zoeken. Oké, okay, ik heb wel zo'n gevoel dat dit, dit een soort van ingang is die dan achter water verstopt zit of zo. I mean, dat is altijd wel zo'n go-to-ingangplek, toch? Hieronder komt het een hoop samen. Zit hier een ingang? Er is wel een plek waar, ik, waar, je in, waar het water uitkomt, maar. Oh, ik hoor skeletons! Ik ben bang. Ik vind het niet zo chill, dit. Water! Ik ga gewoon elke waterstream proberen. En als het niet het water is, dan ga ik gewoon ergens. Ah! Dan ga ik gewoon ergens anders kijken. Skeleton. Oh, what the hell. Hij volgt me ook gewoon naar beneden, joh. De man. Heb ik een bot gekregen? Dat vind ik wel nice. Thanks. Mocht er ooit een hondje tegenkomen... ...dan hebben jullie van een bot. Is dit de ingang dan? Ik het mean, lijkt op een ingang. Ha! Huh. Quest Tower. Dit zou wel de ingang zijn dan. Wat de hel is de Quest Tower? We did it. <laughs> het zat helemaal niet achter de waterval. Het was gewoon hier. Oh my god. What the hell is deze plek? Holy damn, wat cool. Regels. Stelen uit de questtower is niet gewenst. Het gekozen boek is uw lot. Gepakt is gepakt. Eén quest per persoon per opname. Quest moet afgerond zijn voor de volgende quest. Uh, Quests mogen gereld worden. Vernietig de quest na afronding. Vind je een questlocatie die niet voor jou is? Ga er niet rondkijken voor loot en reward zonder de quest. Questen mag met meerdere spelers. Binnenbreken, slopen, stelen in de quest is verboden. Oké, okay. welkom in de Quest Tower. Eeuwoude legendes zijn je voor geweest. Het oplossen van mysterieuze verhalen en problemen zijn nu aan jou. Pak een boek van de Questmuur. Het boek dat je van de muur haalt is je lot. Je gevoel heeft er namelijk voor gekozen. Los de problemen in de wereld op en kom erachter nieuwe verhalen. De toren laat van zich weten als iemand een quest heeft toegevoegd. Een rode beam verschijnt als de toren geen quests heeft. Een groene beam verschijnt als de toren een quest heeft. Kan jij alle problemen oplossen? Succes. Wauw. And he's flint green. Stone Wind Island. Oh, what the fuck, dit is zo cool. We hebben een questensysteem in deze server. <laughs> ik vind dit heel vet, jongens. Dit maakt deze survival een stuk leuker. Oh, oké, okay, we gaan de quest pakken. Ik heb per dit kapot gemaakt, Let's shut up. Maar Lot heeft bepaald dat ik de quest van Stone Island of zo. What the fuck, Stonewind Island moet gaan doen. Eens gekozen, is altijd gekozen. Eén quest per opname. Als die is afgerold, moet ik hem vernietigen. En dan mag ik pas de volgende pakken. Ik kan nu toch niet de volgende pakken. Ik mag hem zelfs ruilen met andere mensen. Ik heb nog niet andere mensen gezien. Zult lezen? We gaan het gewoon lezen. Stonewind Island. Een bewoond eiland is te vinden op de Noordoostzee. Een visser genaamd Salazar heeft je hulp daar dringend nodig. Vind het eiland en de visser Salazar die je hulp dringend nodig heeft. Oké, okay, dat is duidelijk. Dat is cool, man. Dat heeft allemaal story en zo. Een visser genaamd Salazar. Oké, okay, ik krijg straks een beetje kippenvel van dit. Maar dit is een quest queststore. Oh, man, ik wil hier echt heel graag mijn home zetten. <laughs> ik wil hier vaker heen. Wat ongelooflijk vet! Kijk ook hoe hoog dat ding is, joh. Jongen, jonge Oké, okay, maar we hebben dus nu twee dingen die we kunnen doen. We kunnen dus de quest gaan spelen en die Salazar gaan zoeken. Of we kunnen die taart maken <laughs> en uh, het item laten rouletteren, zodat we een item roulette kunnen doen. Wat zit daar? Ik zit daar een licht, zie je dat? Oké, okay, maar, maar we pakken even de quest. En we moeten naar Noordoost. Dat is wat wij uh, uit het boek kunnen halen. Eens dus even kijken. We Zuidoost-Noord. Dus dat is Noordoost. Die kant moeten we op. Maar ik zie daar wel wat in de verte. Zie je dat daar ook? Wat licht geeft. Dat zou misschien een andere village kunnen zijn. Zullen we gewoon Salazar gaan bevrijden, jongens? Ja, ik kan het jullie wel vragen. Maar ik vind de aflevering nog te kort. Dus uh, let's go. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon naar het noordoosten. En we gaan kijken of we Salazar kunnen vinden. Oké, okay, we zijn nu aan de andere kant van de toren. Noordoost is dus die kant uit. Even kijken. Noordoost, Noordoost. Dus dat is een beetje die kant op. We gaan gewoon die kant op lopen. En hopelijk vinden wij een eiland. Waar we naartoe kunnen. En dan gaan we eventjes met Salazar... Uh, gaan, gaan we maar even met hem praten, denk ik. Huh, een paard! Is dat een skeleton paard? Oh, hell yeah! Yo, ik wil een skeleton paard. Wat doet hij hier? Als we een paard kunnen hebben, dat is super chill. Want ik heb een saddle. Echt random ook gewoon. Een random skeleton horse. Oké, okay, we hebben een paard. <laughs> we hebben gewoon een paard, joh. Oké, okay, het is, het is, ik heb alleen geen name tags. Dus we kunnen het niet, niet echt claimen. Dus dat is wel jammer. Maar we hebben een paard. Oké, okay, gaan we nog steeds noordoost van de toren? Even kijken. Hij valt een beetje uit de render distance, maar ik denk dat we nog steeds goed gaan. We moeten over dit water heen. Laten we even om het water heen lopen. Nog een skeleton horse. Waarom spawnen die hier? Weet je, I, 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 ik vind het prima, joh. Ik neem ze gewoon mee, maar het is wel een beetje gek. Oké. Okay. Ske oh, skeleton horse kunnen trouwens in het water. Oh mijn god, er zitten heel veel pilletjes hier dan. Oké, okay, I'm balin. <laughs> I'm balin real hard. Wow. What the heck? Oh. Hij was wel heel erg snel dood. maar Dat was een skeleton op een skeleton horse met enchanted armor. Ik dacht dat is best wel zeldzaam, maar het viel wel mee. Er is denk ik hier ergens bliksem ingeslagen. Want anders kunnen we natuurlijk nooit al die skeletons spannen. Wat is dit nou weer? Kunnen we die jump halen? Oh mijn god, die jump halen we maar net! Jemig! Waarom deed de de ik het dan nou weer zoveel? <laughs> ik deed het dan gewoon weer super eng. God damn it. Oké, okay, we hebben nog steeds geen water gevonden waar wij uh, kunnen gaan varen. Want we moeten natuurlijk naar een eiland. Uh, dus uh, ik denk dat we nog een stukje verder naar het noordoosten moeten lopen. Er is hier wel wat gebouwd. ik, ik weet niet of dit deel is van mijn quest. Want er stond wel een duidelijke regel in. van... Oké, okay, vind je iets wat van een andere quest is? Uh, dan mag je er niet heen. En ik zit nog niet op een eiland. Maar we kunnen wel eventjes een, een kijkje nemen wat hier is. Het is een soort van gebouwtje. Wat, wat zit hierin? Pillage quest bij Rick. Oké, okay, dit is wat anders. Te koop. Bananen dunken voor gratis. Voor de prijs, goedjes. Is dit een huis wat je kan kopen? Is er nog, is er nog zo'n shit in, joh. Nou, laat ik het maar niet looten. Want voor hetzelfde geld ben ik weer een regel van, van de quest aan het overtreden. Maar uh, interessante plek. Maar niet waar we moeten zijn, denk ik. Okay, we zijn eindelijk een beetje uit het beboste gebied. En we zitten nu meer dieper in de snow biome. Alleen, de Noord-Oostzee is nog steeds verder van gevonden, uh, mensen. Ik zie daar wel één lijpe boom. <laughs> Dat is niet wat ik zoek. Hoe moeilijk is het om een zee te vinden in Minecraft? Eerlijk. Is, je zou denken, zo'n zee vind je echt super snel. Want die zijn overal. Maar ik loop nu al zo pokkelang naar het Noordoosten, dat ik een beetje het gevoel krijg dat ik er misschien misgelopen heb. Oh, het wordt weer dichtbegroeid. Dicht God damn it. Oh, krijg, krijg nou wat? Is dit nou een pilletje toren? Oh nee. Dit is in ieder geval niet zo'n toren. Deze is niet gebouwd voor een quest of zo. Dit is een natural generated pilletje toren. Komen die nou serieus hier tegen? Are you kidding me? Loki wil ik wel even kijken voor de loot, maar ik heb daar geen zin in nu. En ook geen tijd. We hebben net al heel veel pillages verslagen. Straks verslaan we er weer eentje met de vlag en dan uh, zijn we nog verder van huis. Pillertje toren man. Of all things. Nog steeds geen zee. Ah! Oh, nou op met die dichtbegroeide bomengebieden. Volgens mij heb ik wel pumpkins gevonden. Dat is al een beetje een soort van schalen troost, want die had ik nog niet. Dus dan ken ik in ieder geval die ook gaan farmen. Uh, geef me maar die pumpkins dan. Dan uh, ben ik daar in ieder geval wel een beetje blij mee. Ik ga dat paard overigens nog geen naam geven, want ik zie het alweer gebeuren. Uh, als ik dadelijk bij die zee ben, ik heb, ga dit hele pokken niet meer teruglopen. <laughs> dus uh, wat ik dacht. Oh, oh my... Woe! Arteval, dames en heren. Dat was een hele grote cave. Oh, but we made it though. We made it to the sea. We hebben de zee gevonden en we zien hier dan meteen een schip wreck, Wat natuurlijk erg nice is. Um, ik, uh, ik denk dat het dit is tijd is voor ons afscheid, dames en heren, uh, lief paard. Ik neem je saddle weer mee. En ik laat je hier achter. Want uh, ik ga het namelijk niet meer verder kunnen redden met hem. We moeten namelijk een boot gaan maken. Oeh, Frost, Frostwalker! Maar dat komt nog eens even goed uit. Met Frostwalker kunnen wij natuurlijk gewoon over de zee heen lopen. Big oomf! Oké, okay, hebben wij nog ergens een andere chest? Er zitten altijd twee chests in dit soort areas, toch? Stop met. Stop met torches plaatsen. Ik wil mijn abandoned treasure map. Ah! Oké, okay, ik heb het gevoel dat er maar één chest was. Prima dan, weet je. Dan doen we het wel met één chest. Uh, ik moet even een bootje in elkaar flansen. Want wij gaan uh, de oceanen bevaren. Want op zoek naar die, uh, die Salzabar, man. <laughs> ik weet niet eens hoe die heet, joh. Oké, okay, let's go. Paard is achtergelaten. Vaarwel, paard. We zijn op de open zee. Er zit hier zelfs ook nog een ander bootje. Is hier al iemand geweest? Oh, dat is een vis. <laughs> ik dacht dat dat een boot was. God damn it. Oké, okay, het zou kunnen dat we nog steeds noordoost moeten gaan varen. Maar het was meer van. Ga op zoek naar de Noordoostzee. Laten we de quest nog even een keertje doorlezen. Een bewoond eiland is te vinden op de Noordoostzee. Een visser genaamd Zalzar heeft je hulp daar nodig. Dus we, gaan dus, we zijn nu op de Noordoostzee. Dat is dit. Maar dan moeten we nu dus een bewoond eiland zien te vinden op deze zee. En dan daar Zalzar vinden. Zijn we dood nou dat Zalzar woont op dit uh, ijsachtige paleis? I mean, het zou wel grappig zijn. Zo van, ja, zoek een eiland. Oh, maar dat is wel een mooi eiland. Dit ziet er wel uit als een bewoond eiland. Eerlijk? Het ziet er uit als een heel mooi eiland. Oké, okay, we laten eventjes het, uh, de ijzige ijskou achter. En we gaan eventjes op dit eiland kijken. Ik zie daar ook een bootje oh, Het Zou het kunnen zijn? Dit zou het kunnen zijn. We gaan even bij die boot kijken. Ik dacht eventjes van, oké, okay, er staat hier een boot aangemeerd. Dus dit moet wel het bewoonde eiland zijn waar Salsor op zit. Maar. Dit is niet, een, uh, niet dat geval. Het is wel een hele mooie boot, though. Kijk eens. Fire protection, unbreaking. Even omhoog, want we gaan. bijna geen lucht meer krijgen. Oké, okay, hier moet sowieso nog wel een tweede chest zitten. Dus die gaan we even snel zoeken. En dan uh, gaan we weer verder. Die zit hier. Kijk eens: Iron, Emeralds. Iron ingots. En een blok of Lapis Lazuli. Oké, okay, we hebben nog steeds niet uh, de kaart gevonden, though. Er moet toch ergens. Er zit toch altijd wel ergens een, uh, een treasure Mappie? Of niet? I don't know. Ik heb twee treasure traps uh, gevonden. Ik heb in ieder geval mijn treasure. Dus dat is denk ik wel voldoende. Maar dit is in ieder geval... Misschien dat dit de boot van Salazar is, die ooit een keer gezonken is. Dat hij nu vastzit op het eiland. Dat zou best wel kunnen. Is dit dan het eiland? Ik, dit lijkt wel echt op zo'n zo onbewoond eiland, right? Maar hij zei dat het een bewoond eiland was. Dat stond in de chest. Of in de chest? In de quest. En dit ziet er heel erg onbewoond uit. Het wordt gewoon weer nacht. En ik zit nu al heel lang rondjes te varen op, dit, uh, op deze zee. Ik schrik me telkens de spokken van dat geluid. Maar uh, nog steeds geen enkel teken van een onbewoond eiland. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb heel veel eilanden gevonden. Maar geen een van die eilanden is bewoond. Ja, we kunnen misschien nog wel even kijken op dit eiland hier. En dat stuk, dat land daar, dat was veel te groot om een eiland genoemd te worden. Dus ik denk dat ik gewoon eventjes hier ga aanmeren en eventjes kijken of we, wat, of we nog wat kunnen vinden. Want ik, ik hou niet van om zo snel op te geven, maar ik kan echt niks vinden, joh. Niks wat erop lijkt. Ik dacht ook even, toen ik die boot zag, van hé, hey, dat zou allemaal wel moeten zijn. Weet je wel, dat zou wel de boot van Salzar geweest zijn of zo, maar... Ik wil hem ook gewoon helpen, die Salzar, maar hij is hier gewoon nergens. Ik denk dat, uh, dat de questmakers eventjes een iets duidelijkere hint moeten geven, want... Ik heb ook het gevoel dat ik niet op de juiste Zuidzee zit, of de Noordoostzee. Want ik ben echt... Ik moest heel ver lopen voordat ik deze zee tegenkwam. Oké, okay, laten we maar gewoon naar home gaan, jongens. Want uh, ik, ik zou het niet weten. Slash home 1. Tot ziens, zombie. Het was me een genoegen. En we hebben ook ons paard moeten achterlaten. Oh, helaas. Hey, dat, zijn trouwens, dat zijn trouwens mijn coördinaten: X42, Y64, Z264. Dus dat is op zich wel verstandig om die af te onthouden. Want dat is natuurlijk waar onze, onze taart moeten, gaan, uh, onze taart moeten we gaan droppen. Maar voor een cake hebben we redelijk wat spullen nodig. En daar hebben we wat suiker voor nodig. En dat kunnen we van de sugarcane maken. En wij hebben namelijk een eitje nodig, maar dat hebben we nog niet. En melk. Melk kunnen we wel krijgen. Ik denk dat ik ook snel een tweede chest ga maken. Want ik heb echt te veel zooi in mijn inventory. Het is ook al eerdaagse even tijd dat wij, uh, dat wij snel gaan beginnen aan een soort van chesten systeem. En misschien ook wel een uitbreiding van de base. Want ondanks alles is het wel redelijk volgeraakt hier. Oké, okay, chestje. En there we go. Nou we hebben we wat meer spul wat we kwijt kunnen. Dus komt maar. We hebben natuurlijk wel die frostwalkers. Ik had ze eigenlijk nog wel kunnen gebruiken. Maar ik heb dat niet gedaan. Uh, op zich op het gegeven moment ging het meer dan prima. Oké, okay, let's, uh, let's go. Laten we de quest maar hier eventjes in bewaren voor nu. En ik ga eventjes bezig met het bakken van een taart. En dan hebben wij een ei nodig. Dus wij gaan even een kipje zoeken. En ik ga met die bucket eventjes een koetje zoeken. Oh, ik heb trouwens wel nieuwe vlaggetjes die we op kunnen hangen. Hell yeah, boys. We got some flags. Oké, okay, komt u maar. Waar zijn de vlaggen? Nice. Drie vlaggen in totaal. Komt u maar. Die kunnen wij weer mooi ophangen om de ingang van de cave. Wat is het? Te decoreren. Dus even daar nog een vlag. En daar nog een vlag. Hell yeah. Deze, deze hele gang wil ik helemaal volhangen met van die vlaggen. Dat zou me wel uh, leuk lijken. Waar is mijn brood? Even uh, zien. Die moet ik hier ergens in verstopt hebben. Ik heb ook vier vlees. Ik red het daar wel mee, denk ik. Oké. Okay. Kip. Koe. We need you. Dat rijmt. Hartschuw. Gezondheid. Hallo, koe vriend. Ik heb wat melk voor jou nodig. Dank u, vriendelijk. En we hebben een kippie nodig. En jij moet even een ei leggen, vriendelijke vriend. Can you lay an egg? Of kunnen we als we hem killen? Legt dan een... Nee, volgens mij dropt hij geen, <laughs> hij dropt geen ei als we hem killen. Dat was niet verstandig. Oké, okay, we hebben hier weer een kippie. We kunnen hem blijven volgen, op de hoop dat hij... Wat? Bruh! <laughs> ik wou zeggen, we gaan deze kip volgen totdat hij een ei legt. Maar de makker dropte een ei. Op het moment dat we aankwamen. Wat een held. En we hebben trouwens echt heel veel kippen hier, oh jongens. Kijk dit nou. Maar, oh mijn god. Dat was geweldig. <laughs> Dankjewel, kipvriend. Holy damn. Dat is het snelste eitje wat ik ooit heb gekregen. Hartelijk bedankt, kippenvriend. Je bent de beste kip die ik heb verdiend. We gaan naar huis en we bakken een taart. Dan hebben we in ieder geval toch nog wat bereikt in deze aflevering. Want ik heb het gevoel dat uh, de hele quest voor Salsazar. Uh, ja, dat is wel een beetje jammer dat dat niet is gelukt. Ik doe even mijn uit voordat ik al deze farmdingen kapot maak. En uh, let's make a pie. Dus we doen als het goed is deze drie bovenin. En dan hebben we meer dingen nodig. We hebben weed nodig. We got need some weed, boys. We need some weed. Oké, okay, eens even kijken. We doen deze zo. En we doen deze zo. En we doen deze hier. En we doen deze daar. En dan missen we nog één. Hoppa! Taart, boys! Woo! We got some cake. We got some cake. We hebben alle taart wat we willen. Oké, okay, ik neem nog steeds dat brood even mee. Als ik dat kan vinden. Dat heb ik ergens hierin gedropt. Maar ik weet niet meer waar. There we go. We got the bread. Goed, wat ik nu ga doen, is dus weer Zuidoost. Die kant op. Ik doe even mijn Frostwalker-schoentjes aan, want dat was wel zo makkelijk. Uh, ja, ik heb ze aan. Goed zo. En kijk dat Frostwalker. Wauw, kijk het werken. We gaan die kant op. En we gaan de taart inleveren. Als het goed is, hebben we onze coördinaten. Want ze staan hier. Dat zijn onze coördinaten van onze home. Daarmee uh, kunnen we dat makkelijk invullen. En dan gaan, wij, uh, gaan we even onze item reclaimen. En als het goed is, de volgende aflevering die jullie dan gaan zien op dit kanaal, hebben wij dat item. En ik ben wel benieuwd wat dat gaat zijn. Ik vraag me ook af of we dan... Of ze het dan brengen naar ons huis. Of dat we dan bij die toren moeten kijken of dat item daar dan in zit. I don't know. Maar we gaan het zien. Hallo toren, daar zijn we weer. Long time no see. Oké, okay. item roulette. Ah, kijk, ze hebben helemaal een bordje geplaatst. Die ik gewoon compleet gemist had de vorige keer dat ik hier was. We gingen echt helemaal via de ghetto manier naar boven. I'm in the ghetto. Ratadada. Oké, okay. verzamelen elke week het gevraagde item. Na de week krijg je een random item voor terug. Hell to the yeah, boys. Oké, okay, hier is mijn taart. En dan moeten wij eventjes naar het voorbeeldje kijken, want dan weet ik precies wat ik moet doen. Uh, naam en adres kort. Oké, okay, we got it. Oké, okay, vul het boekje in, plaats het in de kist, zet onder het boekje, het verzamelde week-item. Naam, Joost, adres, 4264674. Sign. Hoppakee. Sign and close. We did it. Als het goed is, klopt dat. Uh, 4264642. 4264642. Oh, wat is het, 642? 642? Oh, 6, 4, 6, 7, 4. Ik kan echt niet praten. Holy shit. Nice, we did it. Uh, item roulette Joost. Dit is het voorbeeld van Rick. Item roulette bij Joost Bauwolf. Keki zit erin. Hoppakee. Hatsen, We did it. Nou, en als het goed is, uh, krijg ik dus na het inleveren van een item... de volgende week een random item ervoor terug. En ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Oké, okay, uh, ik denk dat, het hier wel, uh, dat ik het hierbij laat, jongens. Laat weten in de reacties wat ik moet gaan doen. Wil jullie dat ik bijvoorbeeld... Nog een poging ga doen. Om Salzaar te gaan zoeken op het onbewoonde eiland. Wil jullie dat ik een paard ga temmen? Willen jullie dat ik mijn huis ga uitbreiden? Willen jullie dat ik een chesterkamer ga bouwen? Wat willen jullie dat ik doe? Laat het weten in de reacties. Want dit is jij kiest. En volgende week kies ik wel een comment uit. Die misschien wel voor jou is. En dan uh, gaan we daar weer lekker mee verder. Dus bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Minecraft. Jij kiest. Sorry dat ik vandaag geen comment had uitgekozen van jullie om uit te voeren. Maar zoals ik al zei, volgende week gaan we dat wel doen. Koopkaartjes voor onze show. Joost X die Linkje in de beschrijving. Koop mijn merchandise zoals deze toffe witte pet die ik nu op. Heb. En ik zie jou allemaal bij de volgende aflevering van Minecraft ja, Kies. Bedankt voor het kijken en later.